gaan we hier links en dan zijn we bijna terug. Linksaf. Ja, dat weet ik wel. Daarom wou ik hier naartoe. Ik denk dat ik hier wel wat langer had kunnen blijven, hoor. Ja. Bern. Ja. Ik had het niet gedacht, Leon. Ja, het is echt mooi. Ja, we kijken wel even waar we uitkomen. Dit is ook leuk. Straat. We kijken wel even. We moeten hoe dan ook richting de auto, dus we lopen en we beslissen dan nog. We moeten 4:15 even bij de auto zijn. We hebben ja. Nog een tijd. Is goed. Dan kunnen we beslissen. Dat. Dan lopen we even langs het water en dan kijken we wel. Maar dan hebben we het ook wel gezien, denk ik. Ik denk dat er niet heel veel meer te zien is als dit, hoor. Nou ja, ik denk als je erin dieper in duikt, is er veel te beleven misschien. Nee, nee. Maar, want ik heb het opgezocht. Het is wel een beetje. Ja. Dat is niet zoveel, hoor. Maar ik wist niet dat hierachter nog zo'n het echte centrum zat, zeg maar. Ik heb dat niet gezien. Nee. Dus wij, ja, ik had wel zo'n idee, daarom lopen we hier, maar... Het is leuker dan ik dacht. Dat is zo als je terugkijkt, heel leuk. Kom jongens, oversteek. Police station. German, but here is the Bernese dialect, which is from Bern. It's quite hard to understand. Here we're going down to the river. See what the rest do. See, there's water skiing here in the river. Papa, they're being pulled on the rope. The water is beautiful, there's people swimming. Like there is a steady stream, a flow. So you do, see, you do flow off quite quickly. Although the river seems quiet, it just flowed off. And here's a big bridge. And the pedestrian bridge next to it. Like Bern is a pleasant surprise. Obviously the weather is good. Like I don't think you should do this in November, it will be extremely boring, but I like this. Let's have a look here.
must be like the in terms of comparison Veliko Tarnovo of Switzerland because of the location, the bend in the river. Like you'd have to look at a map and you'll see the similarities. Wow, yeah, this is really cool. It's a real surprise to me. I've always seen in pictures how green the river looks. That's why I always wanted to go to Bern ever since I was a child. And now we're here. People diving off the bridge. So here's the cool crowd finally. I've mostly seen 50 plus people. No real fun to be had, but this is nice. Beautiful. Wish we had such a river in Sofia. It's the cleanest thing I've ever seen. Oh, it's bungee surf. See how fast it flows. Leuk dit zo. Hier maar langs het water. We lopen in onze lange broeken. Ja, ik heb een korte broek bij me, die doe ik morgen wel aan. Maar ik heb het niet zo snel warm, dus. Ja, morgen weet je het weer niet. Oh, dat zit mooi, man, dat water. Zo. Het is echt helder, hè? Schitterend. Ik denk dat het toen nog best wel warm kan zijn ook. Ik ben echt stik jaloers op zulke dingen. Ja. En zo schoon ook, hè? Kijk, bij de bel wat niet proberen. Ja, hier zwem je wel hoor, als je even de temperatuur gewend bent. Ja. Ja, maar dat is niet diepte, warm wel op door de zon. Ja. Heerlijk. Oh, die hond. Ja. Is toch heerlijk om zo te leven? Van een zeehond. Kijk dan. Oh. Nee, dat is niet. Dat is wat knieën over de grond staan. Lekker, hè? Het lijkt hier een beetje op Utrecht, maar dan met schoon water. Ja. Is het bij ons nou zo vies of hebben we gewoon veel meer zand in plaats van steen? Ja, we hebben meer zand. Blubber. Bij ons is die kiezel, die grote keien van hier, zijn bij ons allemaal zandkorrels, hè? Ja, oké, okay, dat is waar. Dus daarom is het, zo, het is niet per se vies. Het is niet vies, maar het is troebel. Veel drijfster in het water. Ja. A lot of people swimming in little boats because of wet weather and the water are very, very attractive. I can imagine this is a beautiful place to grow up. Like, you can take your kids on a little boat. You can just jump off, flow with the river. It's not too fast. I saw a woman with a little bag on her little backpack, and inside she's probably had another plastic bag with a towel. You flow around the center. Because it's a bend, you just walk back, that's it, and get out. Walk back home. Look at this.